In deze video ga ik je alles vertellen over het onrustdeken, ook wel bekend als het verpleegdeken. Er zijn eigenlijk drie voornaamste redenen waarom je een onrustdeken zou kunnen inzetten. Ten eerste om te voorkomen dat iemand uit bed valt. Ten tweede om te voorkomen dat iemand zijn incontinentiemateriaal zou kunnen lostrekken. En ten derde om te voorkomen dat iemand 's nachts bloot komt te liggen. Onrustdekens zet je eigenlijk in om een ideale balans te vinden tussen bewegingsvrijheid en veiligheid. Let er wel altijd goed op dat het inzetten van een onrustdeken een vrijheidsbeperkende maatregel is. Dus kijk altijd goed wat de wensen en behoeften zijn van de cliënt. Je ziet hier goed dat het onrustdeken volledig rondloopt en doorloopt onder het matras. En dat betekent dus eigenlijk op het moment dat iemand ver naar links of naar rechts toe gaat buigen, dat hij nooit uit bed zou kunnen vallen. Aan de lange zijdes van een matras zitten twee ritsen. Die zitten een stukje naar het voeteneinde toe. Deze kun je gebruiken om bijvoorbeeld zondes aan te leggen. Er loopt een rits van de nek tot aan het voeteneinde die volledig onder het matras doorloopt, waardoor je dus eigenlijk voorkomt dat iemand zelfstandig de rits zou kunnen openen. De rits dek je eigenlijk af door het flapje hier makkelijk te sluiten, waardoor die nooit kan gaan irriteren in die nek of in de kin van de cliënt. Wat betreft de stof maken we gebruik van een brandvertragende kanekerronstof. Die brandvertragendheid is inherent in de vezel verwerkt. Die verdwijnt dus nooit na het wassen. Bovendien is het materiaal gebreid, waardoor het echt super lekker zacht aanvoelt. Wil je meer weten over deze onrustdekens? Er staat een linkje naar de productpagina in de beschrijving. En vergeet je vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Tot de volgende keer!